De inwoners van Enschede kunnen de publieksvriendelijke acties van de politie wel waarderen. Want ondanks overtredingen of lichte vergrijpen blijft het bonboekje dicht. Natuurlijk wordt er gewaarschuwd en worden mensen gewezen op hun fouten. Maar daar blijft het bij. Kijk, stel dat er echt iets gebeurt wat echt gewoon niet kan. Of wat gevaarlijk is, verkeersgevaarlijk is. Ja, dan treden we natuurlijk wel op. Alleen bij lichte overtredingen gaan we dit keer laten bij waarschuwingen. En dat is in het kader van de actie. Wat is hier mis? Nou, die auto die staat dus niet in een parkeervak, zoals je kunt zien. En normaal gesproken zou die een bekeuring krijgen. Maar in dit geval doen we een waarschuwingsbriefje. Wat staat er precies op het briefje? Lees het eens voor als u wilt. In plaats van het verbalisantennummer en het datum en het tijdstip en dergelijke, staat een prettige dag, staat op het briefje. En verder staan er een aantal dingetjes staan er op, ook in verband met de CAO. Wat bespaart deze meneer of mevrouw nou, waar deze auto normaal van is? 80 euro. Goeiedag. Ja. Het publiek vindt het natuurlijk niet verkeerd. Die krijgen natuurlijk liever geen bekeuring. Maar goed, we gaan ze natuurlijk wel waarschuwen. Dat wil wel zeggen, we maken ze wel attent op het feit dat ze dus een overtreding maken. Wij zagen dat u net de gordel niet om had voor het verkeerslicht. En normaal gesproken zou u daar een bon voor krijgen. Alleen nu zijn wij bezig met de politie-CAO, daar hebt u misschien wel iets over gelezen. Dat betekent dat wij voor lichte overtredingen nu geen bekeuring schrijven. Wat vindt u nou van die actie van de politie? Ja, kijk, iedereen en ik wil graag meer geld hebben. U heeft mazzel gehad vanmiddag. Bijna 100 euro verdiend. Ja, ik heb mevrouw ook bedankt.